Voor de RB1 Lounge heb ik gekozen om een aperitief en een digestief te maken, waar allebei ook de RB1 Ruby Chocolate in verwerkt is. Omdat ik het heel belangrijk vond dat ik kan tonen wat je allemaal met dit geweldige product kan doen. Het eerste is een aperitief die echt wel geschikt is eigenlijk voor een brunch. Wel een culinaire brunch, kan ik wel zeggen, met tomatensap. Dan zitten we met een heerlijke Belgische vodka, de Mary White. En dan heb ik mijn vermoed eigenlijk geïnfuseerd, dus een fat wash gedaan met de RB1 chocolate. Dan wat spices erbij, omdat het echt wel een mooie... Ik vind natuurlijk chocolade en chili is altijd al een mooie combinatie. Maar ik heb afgestapt van de chili en ik ben meer naar de wasabi en de soja gegaan, omdat ik het gewoon heel mooi vond met de aciditeit van de chocolade.